zoals je hem kent, men en gewend bent. En van harte goedemiddag. Yes indeed, het zijn 10 minuten voor 12:30 in Sweeties Renang. Met mensen in het buitenland, wie PD, die natuurlijk ook meevolgen via www.radiosrs.nz. Ik ben Glyf Witteman, Don Dodgy, original Salaga soldier van de Bulendenta. En ik ben vandaag in je center. Yes, I'm in your center. En vandaag ga ik dus richting, als ik het goed heb, Aruba bellen. En ik ga praten met een Surinaamse. Ja, een vrouw. Ze is geboren in Suriname en ze is eigenaresse van Ruby's Eethuis. Een suikertuintje. En natuurlijk ook een heleboel andere zaken die zij doet. Zoals mede-eigenaresse van LH Car Rental. Nee, het is geen Aruba, het is Corso, mijn mensen. Curaçao. Zeg het over z'n kabel, bon dia, bon dia. Kijk op de baai, kijk op de baai. Douche, ben je ready? In elk geval, het is fijn natuurlijk om te praten met de Surinamers, hè. Die zich overal bevinden. En dit doen we met de complimenten van Telesuur. En go to. Sedang Sani, wie Sani, ik blijf het zeggen. Boerat kan het niet meer voor. Want ik ben trots. Kijk naar me, kijk naar me. Zie je me dit? Surinamer. Bloed. Ras-ekte. En een trotse. Ik gooi niet te lang in het lijntje. Laten we even bellen met niemand minder dan Rubinem. Truno Reggio. Opa, wo. Aku te kake. In elk geval, er is nog steeds SRS Surinames overal het diaspora-programma speciaal voor jou. We are calling en kijken of mevrouw Rubinem het niet te druk heeft. Ik bedoel, als ondernemer is dat ben je nogal bezig, hè? If you know the tempo. Volg nog steeds via www.radiosrs.nz. Check ook onze Facebookpage via Radio SRS Suriname. We zijn te beluisteren lokaal via natuurlijk op de 96.3 FM. Rubinem! Voor de mensen die meeluisteren daar op Curaçao, Isabi, als je mevrouw Rubinem kent, zeggen ze wat gebeld vanuit Suriname. Laat ze even haar telefoon checken. Je ziet nu Casasuri ting de Gomen. Want ik heb een heleboel vragen natuurlijk. Ja, ben nieuwsgierig. En ja hoor, ik zeg het nogmaals, het diaspora-programma waarbij je dus... in de gelegenheid wordt gesteld om aan de wereld kenbaar te maken wie je bent, wat je doet, waar je bent. En natuurlijk ook, we mogen jouw succes samen voeren, of tenminste vieren. Mevrouw Truno Reggio, appa, akuto koke. En zoals je weet sprak ik gisteren met een kunstenaar natuurlijk. Hè? Even de indruk gemaakt. Hallo. Hallo, goedendag. Goedendag. Bon dia, bon dia. Bon dia, meneer. Ja, kan ik u helpen? Ja, goedendag. Welkom in ons programma Surinamers Overal. Ik ben Glyf Witteman en dit is Radio SRS en je bent in het programma Surinamers Overal. Welkom erbij. Oh my god, je maakt me nu wel zenuwachtig hoor. Maak ik je zenuwachtig? Ja. Nou, kom op. Ja, niemand ziet je, ze gaan je alleen maar horen, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Ja, dus ik mag gezichten trekken, wat ik wil, schuilen onder de tafel, maakt niet uit, niemand ziet me toch. Je mag op het dak gaan zitten, het maakt niet uit.
Nobody will see what you're doing. You know. Maar in elk geval, je bent in elk geval vrolijk. En hoe komt dat je zo vrolijk bent? Ben je zo geboren? Hallo? Ja, hallo? Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Zit je er helemaal klaar voor? Ja hoor. Oké. Okay. Nou, nogmaals welkom in Surinamers overal. Het is het diaspora-programma waarbij we Surinamers zoals jij natuurlijk in de gelegenheid stellen om natuurlijk de wereld te inspireren met je succes en natuurlijk met jezelf, you know. Dus bij deze, ik vroeg net, je bent zo vrolijk en ik vroeg me af of je zo bent geboren. Dit werk maakt je gewoon vrolijk, denk ik. Je bent met mensen bezig de hele dag. Aha. En ze wachten echt niet op jouw zure gezicht of zo. Dus I don't know. Ja. Ik ben gezellig gewoon. Ja, en ik bedoel, elke dag wakker worden en kijken op een mooie blauwe strand, een mooie zee, een witte strand. Serieus, hè? Ja, serieus. Dan word je toch automatisch vrolijk van? Jazeker. Jazeker. Alright. Mm-hmm. Rubinem! En die naam hoor ik voor het eerst, Rubinem. Hoe kom je aan die naam? Waar komt die naam vandaan, Rubinem? En wat betekent dat? Weet je dat betekenis? Wel, mijn ouders die komen uit Indonesië. Ze geven mij de naam omdat ze dat mooi vinden. Ik denk niet dat het echt een betekenis heeft. Oh. Maar ik vind het wel een mooie naam hoor. Ja, ik ook. Ik vind hem ook apart. Ik vind hem ook een mooie naam. Rubinem. Ja man. Nice, nice, nice. Alright, je zit dus op Curaçao. En als we dus eigenlijk de deur mogen intrappen, vraag ik, wie is je moeder en Suma Nayupa? Mijn moeder, Weilen moeder, is Natina Trumerejo van... Ik ben geboren in Nikeri, op Zeedijk. Oh, serieus? 53 jaar geleden. Oké. Ja, en mijn vader is Wagio. Hij is ook Weilen. Hij was visser. Oh. Tevens een landbouwer. Dus dat verkoopskills, die heb ik van hun eigenlijk. Ah. Mijn moeder is nooit naar school geweest, nooit. Zij is echt analfabeet. Oh. Maar geld tellen, dat is altijd de beste. Ja, ik ken wel meerdere mensen zo. De vrouwen hebben dat natuurlijk wel, hè, denk ik. Geld, als het geld komt, dan gaat het... Wij moeten dat doen, toch? Ja, het gaat automatisch als het met geld te maken heeft bij vrouwen. Maar dat is niet erg. Dat is alleen maar goed, you know. Ja, kijk, je bent een Surinaamse geboren in Suriname. Waar van Suriname ben je geboren en waar ben je dus opgegroeid? Ik ben geboren in Nikeri, opgegroeid op Zeedijk, dus daar ook geboren op Zeedijk. Toen ik 15 jaar was, ben ik getrouwd geweest en naar de stad vertrokken, naar Paramaribo. Hoe oud was je? En ik ben 33 jaar lang getrouwd geweest en heb 3 grote kinderen. Mijn oudste die is, wordt 36, de tweede wordt 34 en de jongste wordt 33. Ze zijn alle 3 jongens. Ah. En ze hebben allemaal hun eigen carrière. Mm-hmm. 2 zitten in de bouwkunde en de jongste IT'er. En hij zit nu in Polen. Mijn tweede zoon die zit in Nederland. Uh-huh. En de grootste is in Suriname. Hij werkt voor het bedrijf ABT. Wauw. Architectenbureau. Nou. Je bent de trotse lama, want je vertelt het uit volle borst van ja, mijn zonen. Of niet? Jawel. Wauw. Nee, dat is mooi. En ja, je bent in Suriname en in Nikeri ben je opgegroeid, zeg je. Je hebt daar de hele tijd gekomen, je hebt je dingen gedaan. Opleiding heb jij genoten? Want je zit in de horeca, je hebt een Rubies Eethuis daar op Curaçao. Wat voor opleiding heb je genoten? Wat ik nu ga vertellen, hoeft geen invloed te hebben op de studerende kinderen nu. Ja. Want ik vind studeren sowieso het allerbelangrijkste wat er is. Ja. En vandaar dat ik mijn kinderen ook naar Curaçao heb gebracht om een studiefinanciering te krijgen om in Nederland te kunnen studeren. Oh. Maar ik zelf heb de eerste milo, eerste kwartaal gedaan. Dat is niet zoveel. Maar daar, ik was getrouwd en daarna de kinderen en ik heb mijn, toen, met de vader van mijn kinderen dan, heb ik
toen de gelegenheid gegeven om verder te studeren. En ik was thuis en 3 banen had ik om de eindjes aan elkaar te knopen in de tijd. En ja, en toen we op Curaçao, aan, ja, hij werkte voor Ballas Nedam en toen had hij werk kunnen vinden op Curaçao. En aangezien wij geboren waren voor 1975, zijn wij dan ex-Nederlanders, ja, bij wijze van spreken. Dat klopt. En als we naar Curaçao komen, dan konden wij onze nationaliteit weer opteren, zodat de kinderen ook Nederlandse nationaliteit hebben, dat ze in Nederland kunnen studeren. Dus zodoende we hebben de stap gewaagd om hierheen te komen. Ja. Ik had zoveel heimwee, zoveel heimwee. Ik ging gewoon huilend in slaap vallen. Weet je, mijn hele familie daar. Ik was alleen, ook met mijn kinderen en zo, maar niemand, maar ook niemand. En doordat ben ik toen gaan werken. Ja. Maar omdat ik geen enkele opleiding had, ja, ben ik toen in een restaurant gaan werken. Eerst als om af te wassen. Oké. Okay. En daarna vonden ze, ja, ze vonden gewoon van, nee Ruby, je bent gewoon te netjes om af te wassen. Ga maar in de bediening. Dus ik had een Nederlandse werkgeefster en zij had mij eigenlijk de kans gegeven om me te exploren? Ja. Oké, om beter te worden. Aha. En dus toen ben ik in de bediening gegaan en van de bediening ben ik toen supervisor geworden en daarna zeker 10 jaar manager geweest. In een Indonesisch restaurant. Toen ging het huwelijk niet zo goed omdat ik zoveel werkte waarschijnlijk. En dat is eigenlijk horeca, hè? Dus die risico heb je. Maar ik was zo intens bezig. Het is gewoon mijn passie. Ja, en toen, 6 jaar geleden, toen we gescheiden waren, ben ik toen echt, ik was ten einde raad. Ik dacht, wat nu na 33 jaar huwelijk, wat moet ik nu doen? Ja. Maar toen dacht ik, weet je wat Ruby, wat je kan, dat ga je nu gebruiken om vooruit te komen. Maar mijn kinderen waren allemaal al afgestudeerd. Ze hadden allemaal al een baan. Dus ik heb wel gewacht tot hun waren afgestudeerd. Ja. Voordat ik de stekker eruit trok. Maar ik was echt met nul begonnen. Ik zeg echt met nul. Daarom echt Surinamer, serieus. Als je weet dat je een talent hebt, durf die stap te nemen om een eigen onderneming te beginnen. Serieus. Ja. Ik was begonnen met in een Surinaamse, in JPF, dat is een Surinaamse club. Ja, dat verdient niet zoveel, maar gewoon het feit dat ik kon doen wat ik doe, koken, verkopen, dat was zo mooi. En daarna had ik nog een andere baan erbij. Ja. Ik werkte gewoon van 6 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. Elke dag, 7 dagen per week. Nou. Maar omdat ik geen tijd had om geld uit te geven, heb ik al mijn geld opgespaard. Okay. Dus toen was er een restaurant op Suikertuintje waar ik vroeger werkte. Ja. Die stond te koop, dus het was een faillissement. Ja, dus ik ben toen gaan informeren en ik kon die restaurant kopen. Net. En dus ik had dat geld wat ik heb opgespaard, kon ik daarin investeren. Dus nu is die restaurant van mij. En van daaruit heb ik toen nog een restaurant en nu nog een restaurant. Dus ik heb 3 restaurants nu. Maar ik heb wel zware tijden meegemaakt. Okay. Pandemic. Nou. Maar het heeft me niet afgeschrikt. Ik had thuis gekookt met een Surinaams meisje, thuis kleine porties maken, de helft van het eten bederven, omdat het hier zo heet is. Ja. Dat maakt niet uit, maar ik heb zo van de grond begonnen en ben waar ik nu ben. Dus ja, dat was mijn verhaal. Ik weet niet of mensen daar geïnteresseerd is. Maar ik heb jou, ik ben er zeker geïnteresseerd hoor. Weet je hoeveel honderden duizenden mensen op dit moment naar je luisteren? Dit is Radio SNS. Oh mijn god, maar op Curaçao, hè, als je met eten begint en auto verhuren. Serieus? Eigenlijk ben je al binnen. Wauw. Want mensen houden van eten. Ik heb zoveel Surinaamse Nederlanders als klanten. En oh my god, ik voel me gewoon thuis eigenlijk. Ik hou van dit.
Ik hou van wat ik doe. Ik werk 7 dagen per week. Maar is iets waar ik van hou. Elke dag opstaan en denken van... Wow, wie ga ik allemaal vandaag zien, jongen? Wat ga ik allemaal praten? Soms echt van de avond ben ik gewoon moe van mezelf. Ja. Van zo en, veel praten. En vooral als je iemand bent die van praten houdt, hè? Ja. Ik word zelf moe van mezelf soms aan het eind van de avond. Nee, maar dus, het is mooi, klinkt mooi. Ik bedoel, dit is een heel interessant levensverhaal eigenlijk. Je geeft eigenlijk een beetje je biografie. En het is een beetje kort samengevat. Maar wat je in totaal hebt gezegd is zeer inspirerend. Het geeft dus aan dat het niet altijd iedereen eigenlijk gezind is. Of dat ze dus in de gelegenheid zijn om naar school te gaan. Vooral toen. Niet iedereen had die gelegenheid. En het ging soms niet vanwege een heleboel omstandigheden. Maar dat wil dan niet zeggen dat zo iemand dom is. Dat zo iemand niets kan. Absoluut. Snap je wat ik bedoel? En jij bent daar het levend bewijs van. Dat je dus uiteindelijk bewijst dat je dus toch de goede keuzes kunt maken als je wilt. Want je besluit om naar Curaçao te gaan met je kinderen. Omdat je wilt dat ze een goede opleiding hebben. Goede scholing kunnen krijgen. Mm-hmm. Je bent daar met je man samen. En op een gegeven moment begin je echt onderaan de ladder. Je gaat in de keuken wassen. Ja. En dan ga je bedienen. Ja. En dan word je manager. En dat is niet iets dat binnen 1 of 2 jaren gebeurt. Daar ga je jaren aan. Nee, 15 jaren. Zie je dus, je hebt eigenlijk een praktische opleiding gevolgd. In plaats dat je dus uiteindelijk op school bent geweest. En nu, anno 2022, zie ik jouw logo met een hele mooie Surinaamse vlaggend haartje. En dat is Ruby's Eethuis. Wauw, het is geweldig, you know. Maar je hebt het eigenlijk zelf ook al gezegd. Het was niet makkelijk voor jou. Daar natuurlijk zijn, maar door de omstandigheden en soms een beetje ook de toevalligheden, is het gegaan, is het gelukt, heb je de stap genomen, je hebt het gedurfd, Isabi toch, om zeg maar dit te doen. Ruby, je woont al een hele tijd op Curaçao. Wanneer was je voor het laatst in Suriname? Ik ga 6 keer zo per jaar naar Suriname, omdat ik producten daar koop. Ik steun ook mensen die kijken. Ik heb 2 zusters en beide verkopen op de markt. Ik ga naar Suriname, ik ga naar Saramaca, ik koop Laos, ik koop Salamblad. Ik koop gewoon dingen dat niet bij de grote handelaars, omdat ik weet wat het is om te hosselen, ga ik juist naar degene die thuis hun dingen maakt. Weet je wel, zo van, ze moeten de eindjes aan elkaar knopen. Ik kom altijd met 5 koffers terug naar Curaçao. Soms, de helft van ze kan ik niet eens verkopen. Ja. Dat ga ik uitdelen. Okay. Maar alleen het feit dat ik toch daar die mensen toch achter heb gelaten met een beetje blijheid, weet je wel. Ja. Dan, dat doet toch goed. Ja, je doet als het ware iets terug voor de mensen die het eigenlijk nodig hebben. Want je weet waar je vandaan komt. Je weet dat je het niet breed had. Ja. En dan vergeet je gewoon niet waar je vandaan komt. Je gaat naar de mensen toe die het echt kunnen gebruiken. En dat is mooi. Ja. Maar ik heb een vraag voor jou. Je zegt als je op Curaçao bijvoorbeeld met eten gaat starten of een auto verhuur, dan ga je geld verdienen. Dus ik kom naar Curaçao om dat te doen, dit jaar nog. Maar wat ik wil vragen is, ik had het al eerder aan iemand anders gevraagd, maar degene zat niet in de horeca, degene zat in de zorg. Maar zoals je zelf zegt, je neemt heel veel specerijen vanuit Suriname naar Curaçao. Heb je op Curaçao niet iets als een toko of eigenlijk een Surinaamse shop waarbij je dat soort spullen kunt halen? Die is er wel. Oh jawel. Oké. Okay. Jawel. De enkele, Curaçao heeft nu alles. Echt alles, letterlijk. Van Laos tot Masala tot alles, letterlijk. Okay. Maar het is natuurlijk wat duurder, maar daar gaat het bij mij niet om. Ja. Voor mij is het gewoon het feit dat ik dan elke keer wanneer die mensen waar ik kijk, als ik naar Saramaca ga, en die man die is in de tuin en die ziet mij aankomen, die wordt helemaal blij. Hij geeft de helft van zijn tuin eigenlijk mee voor niks. Oh. Dus weet je, ze van neem het mee. En zo. En dan denk ik, oh my god. Weet je, ze hebben al niet zoveel. Ja. En dan gaan ze ook nog zo vrijgevig doen. Ik wil gewoon huilen. Nu al wil ik eigenlijk al huilen. Hoe moeilijk die mensen het hebben.
Ja, dat is waar, dat is waar. Kom op, kom. Nee, nee. Ja, ik snap het hoor. Kijk, je wordt er sentimenteel van. Het is emotioneel. En het geeft ook gewoon aan dat je iemand bent met een heel zacht hart, een heel groot hart. En dat zegt ook eigenlijk heel veel van jou, weet je. Dat je ik vergeet gewoon niet waar ik vandaan kom. Dat is belangrijk. Dat moet veel mensen beseffen. Ja. Vergeet niet waar je vandaan komt, mensen. Ja. Jij hebt het misschien, ik heb het bereikt. Weet je wel, ik hoef niet te sparen om op reis te gaan. Maar er zijn mensen die nooit van hun leven buiten hun huis gaan, alleen omdat ze dat niet kunnen permitteren. Ja. Besef dat wel. Dat is het enige wat ik vraag. Besef gewoon dat er mensen zijn die gewoon minder hebben. Dus niet wanneer je hebt, dan vergeet je waar je vandaan komt. Ja, maar ja, dat is niet oké. Is niet oké. Maar goed, dat is een ander verhaal. Kom op. Yes, zo hoor ik het graag. Dan gaan we weer lachen, you know. Want je bent een vrolijk persoon. Dat is een ander verhaal. Ja, dus je bent een heel vrolijk mens hoor. En ik weet zeker dat je je hart op de juiste plek hebt. En ja, je zegt zelf, de zaken gaan goed. Het is begonnen. Ja. Je hebt een beetje moeten verliezen. Je hebt een beetje moeten inleveren. Ja. Maar je hebt volgehouden en uiteindelijk is het Ruby's Eethuis geworden. Waar staat jouw eethuis ergens in Curaçao? Vertel. Ja, ik heb Ruby's Eethuisje op Suikertuintje Mall. Ik heb een Ruby's Eethuisje aan de Winston Churchill. Nou, dat is een nieuwe mall daar, Churchill Plaza. Mm-hmm. En de derde is recent en dat is bij Ritz Village Hotel. Het is in een hotel, dus ik doe die restaurant daar binnen, Ruby's Eethuisje. Maar meer voor de hotelgasten. Dus dat is altijd de breakfast, lunch en dinner. Wauw. Maar had je ooit gedacht dat je rijk zou worden door te koken? Wow, ik ben niet rijk. Het is een strikvraag hoor. Ik dacht ik vraag het een beetje zo. Ik heb 23 man personeel en ze moeten elke man betaald worden. En dan denk ik, daar gaat me weer een paar grijze haren erbij. Elke man grijze haren erbij. Nu is mijn haar helemaal grijs. Wie ziet dat op de foto? Dat is niet geverfd hoor. Maar het staat je dat wel. Dat is gewoon echt. Grijs is tegenwoordig hot. Grijs spreekt van intelligentie en volwassenheid. En het heeft niks meer te maken met oud zijn. Het heeft gewoon te maken met het feit dat je apart, uniek en exclusief bent. Ik heb een zusje en ze is laatst even kijken hoor. Ze is 36 geworden. Mijn zusje is grijzer dan jou. Kun je dat geloven? Ja, ik was grijs vanaf mijn 37ste. Maar ik was altijd aan het kleuren. En nu sinds 5 jaar heb ik het maar gelaten. Ik was er moe van het kleuren. Aha, oké. Okay. Ja. Neem maar het staartje. Hou het zo. Isabi toch niet veranderen voor niets of voor niemand. Ja, maar wat ik wil vragen is, je kinderen zitten een beetje overal. Als ik het goed heb begrepen, heb je dus 3 restaurants waarvan eentje zich bevindt in het Ritz Hotel. Daar doe je de keuken van. Dat geeft dus toch aan dat je flink bezig bent geweest. Je hebt 3 filialen op Curaçao. Ik moet daar komen eten, joh. Ja, toch. Wat zijn de gerechten dat je aan de man brengt daar? Oh, echt Surinaams-Japans hoor. Dus het is echt typisch. Ik heb geen heel groot menu of zo. Want ik ga niet koken wat ik zelf niet weet. Bijvoorbeeld chow mein en die soort dingen. Nee. Die laat ik aan de goede Chinezen over, weet je wel. Ja. Maar ik heb gewoon bami, Japanse kip, zoetzure kip, vis, atelo bakkeljauw, pichel. Bruine bonen. Want ik heb een jongen uit Mongo. Ik heb een meisje van die eigenlijk de chef-kok is van alle 3 restaurants. Zij neemt de leiding over de hele tori. Ja. Zij is van Meerzorg. En dan heb ik ook nog Simone Durga. Dan heb ik ook meneer, ik weet niet of jullie hem kennen, want hij was een hele bekende in Suriname. Meneer Romano Grootfam, die is ook in dienst bij mij. Oh. Dus ik heb een best wel een hele sterke team uit Suriname. Dus als ik het goed heb, ben je een Surinaamse vrouw uit Suriname die naar Nederland, Curaçao is geweest, je hebt daar gestruggeld en je hebt je onderneming geopend en je hebt ervoor gezorgd dat je ook andere Surinamers eigenlijk aan een baan hebt geholpen. Zijn het alleen maar Surinamers die voor jou werken in je business? Nee, dat mag niet. Dat mag niet. In principe moet het 70% lokale mensen zijn en 30% buitenlanders. Ah. Dus en ik hou me netjes aan de regels. Ik heb 23 man personeel, waaronder eigenlijk, laten we zeggen, 9 uit Suriname. Ah. U had, om terug te komen op de allereerste vraag, wanneer ben ik voor het laatst naar Suriname geweest? Ja. Ik was 4 weken, nee.
zeker een maand of 5 weken geleden, 4 tot 5 weken geleden naar Suriname. Daar heb ik contracten getekend met 4 Surinaamse jongeren die voor mij gaan werken. Maar alles ging via advocaat Joe Nipte. Ah. Och, wat een vrouw is dat. Die is zo'n sterke vrouw, die wil ook Surinamers helpen naar het buitenland. Maar je kan niet zomaar mensen naar hier brengen, want achteraf moeten ze me niet komen zeggen, ik heb ze niet betaald, ik heb dit niet gedaan, dat niet gedaan. Want mensen zijn wel geneigd om een vinger te wijzen op een ander als ze zelf hun best niet doen. Dus ik ben heel voorzichtig daarmee. Ik ben heel lang bezig met Surinamers, maar ik weet ook wat de gebreken zijn, mijn gebreken ook. Dus ik heb nu liever alles via een advocaat. Via de officiële wegen, zeg maar. Maar ik heb nu al 3 Surinamers binnenkomen en 2 moeten nog komen. Ah, wauw! Je bent geweldig! Je doet me denken aan die ene dame, hoe heet ze ook alweer? Ze is Harriet. Harriet. Het is een film dat je eigenlijk zou moeten kijken als vrouw. Harriet is een slaaf geweest van toen, vroeger slavernij. Maar die Harriet, die heeft het geflikt om zichzelf vrij te kopen, of nee, tenminste te ontsnappen. En tijdens haar ontsnapping was ze vrij, ze kon leven en doen wat ze wilde. Ze was gewoon een vrije vrouw geworden. Maar ze heeft ervoor gekozen om elke keer weer terug te gaan. En andere slaven ook eigenlijk, zoals zij de gelegenheid heeft gehad om vrij te komen, vrij te krijgen. Dat heeft ze gedaan. Er staat een standbeeld van haar ergens in Amerika. Er is een museum voor haar opgericht waar je eigenlijk kan kijken. Er is een film eigenlijk over haar leven gemaakt. Je doet me denken aan Harriet. Oh. Ja, een heldin. Je bent een held, hè? Weet je dat je een held bent? Maar soms doe je dingen niet voor zonder na te denken. Weet je, van hé, ik wil famous worden of dat soort dingen. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, hè? Maar gewoon het feit, ik kom vanuit Suriname. Ik weet, precies net toen ik zo emotioneel was, ik denk aan hoe ze daar sommigen gewoon moeilijk hebben. Aha. En als ik als Surinaamse vrouw in het buitenland de kans krijg, de mogelijkheid heeft om toch een beetje te helpen. Waarom niet? Ik betaal, serieus, hè? Dit is niet voor om nu op te scheppen. Mm-hmm. Ik betaal hun ticket, ik betaal hun verblijf, alles. En dan ga ik beetje bij beetje aftrekken van hun salaris. Beetje bij beetje, zodat ze toch kunnen leven. Ik heb een huis voor hun gehuurd van ongeveer $800. Mm-hmm. En ze kunnen daar met z'n vieren blijven, netjes, alles. Ik ga ze niet hier behandelen alsof ze slaven zijn. Nee. Nee, absoluut niet. Ik wil dat ze gewoon, maar ik praat wel met hun, daarom praat de advocaat ook met hun. Mm-hmm. Ga die vrouw niet teleurstellen, ze doet al moeite om jullie te brengen, alle kosten te dekken, want niemand heeft dat. Wow. Degene die komen, heeft niet. Ze hebben niet. Ja. Dan moet ik het doen. Ja. Ik wil hun helpen, dan moet ik het doen. Ik heb de tickets allemaal via Waldo Travel, allemaal via iemand daar geregeld. Mm-hmm. En ik heb een vriendin die financieel, zij is gewoon mijn financiële lady daar. Mm-hmm. Zij werkt bij Beirut Bazaar en dan heb ik haar naam ook noem maar Angelique Wonso. Zij is zo super. Ja. Ik hoef alleen maar te bellen. Hey, Angelique, die moet komen, regel de ticket, geef $1000 als handgeld. Misschien gaan ze vragen daar bij de airport, weet je, wat ze doen en zo. Ja. En Angelique regelt alles. En als ik naar Suriname ga, het eerste wat ik doe, Angelique kom me halen, ik reken af met haar, punt. Mooi, wauw. Ja. Dit is meer dan... Dit is, dat was een stuk zakelijker, hoor. Nee. Dat was een stuk zakelijker. Ja, het is een heel mooi verhaal. En je vertelt het met flair. En het geluk... Ja, ik voel en ik hoor het geluk in je stem. En ik hoor ook natuurlijk het feit dat je dus heel erg houdt van wat je doet, Isabi. En dat is mooi. Ik zit ook hier op mijn baan. En mijn baan is niet eens mijn baan, weet je. Het is mijn hobby. Het is mijn lifestyle. Ja. Ik doe dit zonder om over na te denken. En zoals je het al zei, het gaat niet om die populariteit of die grote... Nee. Ja, maar het gaat om de boodschap en het gaat om in dus hoeverre we mensen kunnen stimuleren, kunnen helpen, op weg kunnen helpen, you know. En dat maakt het heel mooi. Je bent een fantastisch mens, man. Wauw! Rubinum! Troemer, weet je. Damn! Nee, word niet verlegen. Doe niet zo druk. Wat ik wel kan beloven, Ruby, is dat als ik Ruby mag zeggen, tenminste. Ja, ja, ja.
ja. Als ik op Curaçao ben, kom ik zeker met mijn vrouwtje even langs. Misschien weet ze wel over jouw restaurant, want ik zal het straks even vragen. Want als ik daar ben, moet ik even langskomen bij Ruby en dan ga ik voor je neus staan en dan ga ik zeggen, hallo, goedendag. Je hebt met mij gesproken, Cliff Witteman van Radio SRS. Je zal niet op... Ja, maar je moet me wel van tevoren zeggen, want ik weet niet of je gaat naar een plek. Misschien ben ik niet daar. Misschien ben ik bij Ritz Hotel. Misschien ben ik bij Churchill. Misschien ben ik bezig met het autoverhuur op kantoor. Dus jij moet me bellen. Ik heb je nummer hier. En ik ga dat nummer zeker opslaan. Ja. Want als ik ergens ben, zoals Curaçao, zou ik ook wel graag lekker Surinaams willen eten. Dus dan heb ik alvast mijn plek gevonden. You know? Dus ik ga het nummer opslaan. En dan, zoals ik mijn voeten zet op Curaçao, dan geef ik mevrouw Ruby even een belletje. En dan kom ik even langs met mevrouwtje. Gaan we lekker zitten. Wie weet ik, met misschien de familie of wie. En dan gaan we jou verrassen. Ja, tuurlijk. Altijd welkom. Altijd. Serieus, ik ga zulke lekkere dingen voor je koken hoor. Dat je denkt van, oh, dat wil ik ook als ik terug ga naar Suriname. Wauw, afgesproken. Dat is een deal. Dat is echt een deal. Ja man. Maar Ruby, de tijd is niet onze beste vriend. We zitten al op hier in Suriname 10:50. Om 1:00 moeten we het nieuws gaan doen. Mm-hmm. Maar dankzij Telesuur en natuurlijk GoTo kunnen wij dit programma verzorgen waarbij jij vandaag onze speciale gast bent. Je hebt hem ons programma vandaag ook extra mooi gemaakt. En dat is wat ik leuk vind, weet je. Je bent een iemand uit Indonesië. En je praat niet eens over Indonesië, je praat over Suriname als eigenlijk jouw thuisland, weet je? Ik weet niks van Indonesië, helemaal niks. Ik ben Jampanees. Okay. Van Suriname. Ik heb nog steeds dat accent, van Suriname. Dat is mooi. Je moet het blijven houden, want dat is gewoon een identiteit, weet je wel. Dat is gewoon een identiteit, jammer. Maar Rubinem, ik moet je bedanken. Ik bedank je zeer van harte voor je spontaniteit, voor je vrolijkheid. Natuurlijk voor je trantje dat je gelaten hebt voor alle mensen die het uiteindelijk beter zouden moeten hebben, maar... Dat was niet de bedoeling, oh my god. Ja, maar dat gebeurt soms als je met mij praat. Nee. Ik jok, dat mag niet, want ik zeg altijd... Ja, kijk, een vrouw, haar ogen moet je niet nat maken. Snap je? Dus vandaan. Maar ik begrijp die emotie. Maar ik stel je nu in de gelegenheid, misschien wil je wat familie en vrienden in Suriname groeten. Ga je gang. The mic is all yours. Serieus? Ja. Praat wat ze. Zeg iets. Ik wil niet meer emotioneel worden, maar ik ga maar snel praten. De emotie ga ik daarna, als ik heb neergelegd. Okay. Lieve vrienden, familie, die nu naar me luisteren. Ik weet het, hey Omish daar, ik ben echt geweldig. Jij komt volgende week, 1 juni kom je voor onze team versterken. Hou het even vol, de ticket is er al, alleen jij moet komen. Mijn familie die nu luisteren, ik hou zoveel van jullie. En Kaylee, mama Els, Kaylee, trouwens, Kaylee is mijn kleindochter van mijn broer. Dus Kaylee, bedankt voor jouw vlog, waardoor zoveel Surinamers nu klanten zijn van mij. Vrienden, Angelique en iedereen en jullie in de studio. De moeite dat jullie hebben gedaan om contact te maken met mij. Ja. Jullie zijn awesome. Je Dankjewel. Bent awesome. Mag ik nog één boodschap geven aan de Surinaamse mensen? Eén boodschap? Ja, graag. Ga je gang. Heel graag. Ja. Surinamers, serieus. Als je weet dat je een talent hebt, je bent goed in iets, het maakt niet uit. Koekjes maken. Het maakt niet uit wat. Cupcakes maken, wat je kan. Koekjes, maakt niet uit of het maar 10 cent gaat kosten. Probeer. Een eigen onderneming. Durf gewoon een eigen onderneming te starten. Please. Al ga je een kleine toonbank voorin of een klein tafeltje voor je huis zetten met 3 manjes of een koker of kozenbaan. Doe het. Want het is voor jou. Daar kan je echt trots op kunnen zijn. Maakt niet uit of je zoveel geld mag of weinig, zolang jij maar plezier in hebt. Yes. Okay. Ja man, je hebt zelf ook mij geïnspireerd. Ik kom naar Curaçao. Ik kom daar een zaak openen. Jawel. En ook in Suriname, we gaan de wereld overnemen. Suriname, we gaan ervoor zorgen dat men ons gaat kennen. Jij bent goed bezig. Blijf je ding doen. En blijf natuurlijk die trotse Surinaamse vrouw die dat Surinaams doet daar op Curaçao. Want ik weet zeker dat je goed papiamenten kunt praten. Dus wat dat betreft, zo lobby voor jou. Ik zou zeggen, pasabundia.
En wie weet, zijn we binnenkort daar. Dankjewel. Oké, okay, Ruby. Nou, fijne dag voor jou en je personeel, de mensen en natuurlijk je klanten en je toekomstige klanten. Succes verder. Mm-hmm. Geef niet op, hou vol. En ik zou zeggen tot ziens. Dag Ruby. Is goed. Dag. Dankjewel. Graag doei. Gedaan hoor. Doei. Doei. Yes, yes. Doei. 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 Ga neerleggen. Leg neer. Hoor. Ik weet niet wanneer ik moet neerleggen. Ga jij neerleggen. Oké, okay, ik leg neer. Abo, doei. Doei. Wauw. En zo ken je mensen niet. En dan kun je toch zo een vrolijk en opgewekt gesprek voeren met iemand, hè. En dat maakt ons als Surinamers eigenlijk exclusief uniek. We zijn wereldmensen, we passen ons overal aan. Het land met verschillende talen, wees trots! En dit met de complimenten van GoToIntelligy. De mensen bellen me bij je, laat me even opnemen. Missie willen ze wat zeggen aan Roei. Laten we even kijken. Studio, goedendag, welkom erbij, hallo. Goedemiddag, ik spreek met Ursie. Ik vroeg me af of Ruby een telefoonnummer heeft achtergelaten. Ja, ze heeft een nummer achtergelaten, maar ik weet niet of ik het moet geven. Misschien is het een privé-nummer. Nou, zal ik dat doen? Even aan de naam. Wat zeg je? Vraag het even. Ja, ik ga het even regelen. Kun je me appen? Stuur even een app naar SRS 8999109. Dan krijg je dit nummer. Nog een keer? 899. Langzaam. 8 9 9 9